Welkom bij de KWF Podcast, de allereerste karpenvissers podcast van de Benelux. In deze show spreken we met bekende en spraakmakende karpenvissers uit binnen- en buitenland. Vissers met bijzondere verhalen, vangsten en levens waar wij natuurlijk alles over willen weten. We gaan de diepte in, zetten de vissers voor het blok, stellen kritische vragen en we proberen zoveel mogelijk succesfactoren uit hun visserij te ontleden. Geniet, laat je inspireren en leer van deze gesprekken waarin jullie tips, trucs en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus, leun achterover op de bank of aan de waterkant, pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en luister naar de KWO podcast. Let's go! Top, mooi! Alright, daar zijn we weer. Check weer in. Jos Benders, podcast, KWO. Inmiddels, ik denk 29e of 30e editie. Ligt er even aan hoe de publicatieplanning is. Voor deze podcast, dicht bij huis gebleven, Pim Groot-Nibbelink. Voor velen misschien nog niet een hele bekende naam, maar voor ons wel een hele belangrijke naam. Namelijk een van de jongens die bij ons in het redactieteam de aanvoerder is. Inmiddels al vanaf september vorig jaar voor ons fulltime werkzaam. Daarvoor als parttimer, fanatieke visser, leuk gozer, intelligent gast, jaagt. Vist, heeft een cool artikel op onze community geschreven over zijn eerste trips naar Frankrijk. Is ook pas wat later echt fanatiek op karpen gaan vissen. Dus zit nog wat recenter in die flow van ontdekken en vallen en opstaan. Met name ook richting Frankrijk. Ik spreek met hem over zijn randmerenvisserij. Hij woont daar vlakbij, heeft zich daar echt wel in vastgebeten. Gaat het de komend seizoen ook steeds meer doen. We nemen dit op. Dat is het dinsdag 21 april, podcast 20 april. Dus het is nog steeds volle bak corona-periode. Vanavond wordt er volgens mij weer een en ander bekendgemaakt over versoepeling, wel of niet, van maatregelen. Het is nog steeds gekke tijd, jongens, ook voor ons. We zijn inmiddels week of, ik ben eigenlijk de tel kwijt, 6-7 dat we soort van af en aan vanuit huis werken. Deze deed ik dan een paar keer op de zaak om toch maar een bepaald ritme erin te krijgen weer. En ja, we hopen dat er iets van ruimte gaat ontstaan de komende week. Verder heb ik nog interessante shit te melden. Check onze logboek app op de community. Ben je community member? Vul hem in, gebruik hem. Je zal echt zien dat het een waardevolle toevoeging is. Weet dat die vangsten niet gedeeld worden met anderen. Zijn privé, alleen jij ziet ze. Ben je nog geen community member, check die functionaliteit eens, check de community ook vanwege de membervoordelen en natuurlijk het allerbelangrijkste, alle content die we daar pushen. Archief is inmiddels gigantisch. Ik denk met name in deze periode dat je hard op kan op het moment dat je daar eens even wat video's gaat kijken. Staan ook, wat ik al zeg, bijna 30 podcasts staan er klaar. De komende tijd heb ik uiteraard weer de intentie om nieuwe strakke podcasts neer te zetten. Alleen het is wel echt even kijken of wat kan er, wat mag er, wat is haalbaar. Mijn ambitie om elke 14 dagen weer te gaan knallen is toch wel lastig gebleken helemaal in deze periode. Maar goed, ik laat het niet los, ik ga er gewoon voor. Hebben jullie tips, trucs, ideeën, mail me gewoon jos@karpenwereld.nl. Ik vind het altijd strak om van jullie te horen, ik krijg regelmatig berichtjes en ja, los dat het gewoon leuk is voor de motivatie, zitten er ook af en toe hele waardevolle, goede feedback en tips in. Voor nu ga luisteren naar podcast Pim Groot-Nibbelink. Wat ik al zeg, hopelijk binnen 14 dagen zijn we er weer en dan weer een nieuwe editie. Yo! Alright boys, zoals jullie al hoorden zit ik hier met Pim Groot-Nibbelink. We zitten in onze net gefabriceerde studio. Jullie gaan hem zien, denk ik. Ik denk tegen de tijd dat deze podcast live is, staat hij misschien al in een aantal YouTube-video's. Staat hij live. We hebben dus een kleine studio gebouwd op kantoor, omdat we echt wat meer content willen gaan schieten. Gesprekken onderling, bespreken van producten, het kijken van video's, het behandelen van vragen. Gaan we veel vaker doen komende tijd. Dus stay tuned en dan zien jullie wat we geknutseld hebben. Hofman heeft geschilderd, nou dan weet je hoe laat het is. Dus die details zien jullie wel voorbij komen. Pim, welkom. Ja, dankjewel. Je was vlakbij vandaag, hè? Je zit niet ver van me vandaan, dus het was goed te regelen, ook in deze coronatijden. Ben je gezond, fit, geen shit? Ja, gewoon gaat helemaal goed. Kijk, anderhalve meter hier, dus zelfs tijdens deze podcast zitten we gewoon netjes op anderhalve meter. Hey Pim, leuk dat je bent aangeschoven. Ik weet niet of jij bent jonger dan Nappie, hè? Ja.
Oké, maar wel ouder dan Luc. Dus je bent denk ik de op twee na jongste podcast gast die ik interview. Leuk. Ja, een eer. Hey, vertel even. Kort, krachtig. Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Ga eens even. Wie is Pim Groot-Nibbelink? Nou ja, ik ben dus Pim. Ik ben 25 jaar oud en ik woon in Zeewolde in Flevoland. En ik heb op school gezeten in Utrecht. Heb ik HBO Commerciële Economie gedaan. En daarna nog een jaar een master in marketing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik werkte in die tijd al part-time bij KWO. Gewoon als een van Michiel's zijn redactiemedewerkers. Strijders, ja. Hyena's. En toen na de zomer zijn jij en ik eigenlijk in gesprek geraakt over een mogelijk vervolg van die part-time functie. En zodoende werk ik sinds september geloof ik uit mijn hoofd. Ben je aan boord, hè? Ja, bij KWO. Kijk, hey, komen we zo nog even op terug. Even terug naar jouw nest, Zeewolde ook, waar je geboren getogen bent. Ja. Oké, cool. Broers, zussen? Eén zusje, van die is 2 jaar jonger dan ik, 23. Oh, dat heeft hij nog nooit verteld hier, hoor. Ja. Dat houdt hij geheim, denk ik. Dat moeten ze niet weten hier. Oké, cool, gezellig. Met z'n vieren opgegroeid in Zeewolde, standaard gezin. Eigenlijk hartstikke relaxed. Ja, ik zit even te denken, je kan er eigenlijk geen spectaculair verhaal van maken. Gewoon echt model, gezin. Ja, gewoon rustig, denk leuk. Ik. Ja. Hey, en wat spookte jullie uit? Ik bedoel, was je altijd al buitenmens, hobby's, sporten, wat? Toen ik jong was, was ik vooral bezig met voetbal. Heel lang wel, volgens mij een jaar of 12, wel redelijk fanatiek gevoetbald. Ja. Zeewolde heeft een relatief kleine plaats, een vrij grote voetbalvereniging. Ja. Dus dat was altijd wel leuk. Veel vrienden ook aan overgehouden. En ik denk, hoe oud was ik toen ik gestopt ben? Misschien een jaar of 16, 17 of zo. Dan zit je natuurlijk fulltime op school, maar je wil ook wat gaan werken. Ja. En op die zaterdag heb je altijd voetbal. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ik stop met voetbal en ik ga werken op die zaterdag. Gewoon een part-time baantje, wat volgens mij in een koelcel werkte ik toen. Kijk. Een zuivelbedrijf. Ja, ja. Dus En toen was je toen in die periode al bezig met visserij? Ik weet eigenlijk niet precies waar het vissen vandaan komt. Het is niet zo dat mijn vader of opa of wat ook vist. Ik denk wel misschien mijn opa of zo, want we hadden wel een hele oude hengel ergens liggen. En dan ging ik wel eens gewoon wit vissen, zeg maar, hoeveel mensen beginnen. Yeah. En ik had één jeugdvriend, Chit, en die was ook visser. En die heb ik toen ik jong was, was ik bevriend met hem. Toen heb ik een paar jaar nauwelijks gesproken. Gewoon niet om een bepaalde reden, maar gewoon zo liep het. En toen zijn we elkaar ergens weer tegen het lijf gelopen. En erachter gekomen dat we allebei wel van vissen hielden. Ja. Hij deed van alles wat ook wel veel roofvissen. En toen, ik heb geen idee, misschien wel door de opkomst van YouTube, internet en al die dingen. Dat we het karpenvissen, eigenlijk allebei tegelijk een beetje daarin geïnteresseerd zijn geraakt. En hoe oud waren jullie toen dat begon? Ik denk, een jaar of 16, 17 of zo, gok ik. Toen het dus de interesse voor specifiek karpenvissen, maar de jaren daarvoor waren jullie al met die visserij bezig? Ja, op een heel laag pitje. Gewoon een keer een avondje met wat brood, voortjes tikken, zeg maar. Ja, ja. Maar toen kwam ergens het punt dat ik mijn eerste beetmelder bij de Lidl kocht, weet ik nog. Bij Lidl, kijk. In die schappen waar wel eens allerlei rommel ligt en daar... daar is het een beetje geboren volgens mij. Ah, Duitse kwaliteit toch, bij de Lidl? Ja, ja, ja. Maar precies. In die periode, wat stak bij jullie dat karpenvirus dan aan? Want je moet op een gegeven moment dan een motivatie hebben gehad om die spullen te kopen. Ja, ik heb dit nooit geanalyseerd, dus op zich wel een leuke vraag. Ja. Maar ik denk gewoon dat je video's ziet en dat je ziet hoe een karper, zelfs een kleine karper van een kilo of 5, 6, is natuurlijk al een mega vis vergeleken met zo'n voorntje van 14 centimeter. Dus ik denk dat daar ergens de interesse is ontstaan. En bepaald enthousiasme of wat dan ook wat op internet te vinden was. Mensen die er helemaal gek van waren natuurlijk. Ja. Karpvis is echt meer een passie bijna dan gewoon... het is bijna nooit even een hengeltje mee. Het is vaak meteen de hele rambam. Dus ik denk dat ik daar ergens... ik denk door de opkomst van internet, YouTube, dat het daar ergens... Zet je erbij. Ja. En vanaf dat moment is het ook een soort van rode draad geweest, denk ik, toch? Ja, toen is wel mijn interesse in andere, hoe noem je dat, andere manieren van vissen is wel ook laag, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik ga ook niet in principe nooit roofvissen.
heb nog steeds... Sterker nog, je had nog nooit een snoek gevangen, toch? Nee, ik heb nog steeds nooit een snoek gevangen. Sjoerd op kantoor, jongens, die wil hem altijd nog een keer meenemen. Dat moeten we wel doen. In 2020 moet je gewoon een keer een snoek vangen. Ik vind het ook wel op zich wel leuk, hoor. Roof is natuurlijk voor mijn gevoel iets makkelijker in de zin van even een hengeltje, koffertje met nepaas en lekker gaan. Dus dat wil ik ook zeker wel gewoon een paar keer gaan doen voor de bij. Maar karpenvissen is wel altijd... zal wel altijd een rode draad blijven, denk ik. Ja, in prio. Ja. Tof. Hey, en in die periode, je gaf natuurlijk aan de middelbare school. Dat heb je gedaan, HAVO, VWO uiteindelijk. Tweetalig VWO heb ik gedaan, 4 jaar lang. Dus echt heel leuk. Heel veel van geleerd, ook zeker de Engelse taal. Ja. Ook bijvoorbeeld een week bij een gastgezin in Engeland geweest en zo. Heel leuk. Ja. Echt hele leuke ervaringen opgedaan. En toen in 4 VWO, het zal ook ongetwijfeld wel deels aan mijn motivatie hebben gelegen. Maar het ging net niet helemaal lekker. Ik zat een beetje op het randje van wel of niet overgaan. Ja. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om van 4 VWO naar 4 HAVO te gaan. Dus een stapje terug. Ja. En die 2 laatste jaren HAVO gingen me gewoon prima af eigenlijk. Dus, en vanaf daar ben je HBO ingestroomd. Ja, en toen doorgestoot naar je marketing. Ja, daarna moest je dan tussen HBO en universitair zo'n pre-master doen, zo'n half jaar. En zo'n speciale toelatingstoets maken, zo'n GMAT-toets. Oh ja. Heel leuk. Ja. Zou het iedereen aanraden. Heb je wel moeten blokken, toch, in die tijd? Ja, dat was... serious. Dat was wel op zich... Of ja, ik vond het pittig. Het gaat om Engels en wiskunde. En Engels ging me redelijk goed af. Yeah. Maar het is wel... hoe zeg je dat? Ik vond het in ieder geval best een hoog niveau. Ja. En wiskunde, ja, dat heb je dan weinig gedaan op je hbo. Dus dat moest ik echt weer volop weer opkrikken, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk gelukt. Tweede poging. En heb je... je bent dus uiteindelijk op je 24ste afgestudeerd. Zeg ik dat goed? Ja, toch? Ja. Nog best vlot toch uiteindelijk? Ja, vorig jaar eigenlijk. Ja. Ja, klopt. Op zich is zeg maar, ik ben 1 keer dan een beetje... Iets vertraging opgelopen. Blijven zitten, ja. En sindsdien is het helemaal goed gegaan, ja. Kijk. Hey, en we hadden het natuurlijk over hobby's, dingen. Ik weet natuurlijk dat je ook een jager bent. En geen vrouwenjager, jongens, want we hebben dat stukje niet gehad. Maar hij is er volgens mij... Hoe lang ben je al samen? Een jaar of 6, volgens mij. Ja. Net huis gekocht, dus hij is zich aan het settelen. Dus jagen hebben we het echt over, traditionele jacht hebben we het over. Ja. Natuurlijk best wel, ja, ergens controversieel ding. Vissen ook, hè? Laten we niet hypocriet zijn. Maar ik wil daar wel eens wat meer over weten van je. Want wij maken natuurlijk wel schrappen over van, hè, Pim, heb je wat geschoten? En daarin snappen we misschien niet helemaal je motivatie. Aan de ene kant snappen we het jagen natuurlijk wel weer, want we doen niks anders als we zelf aan het vissen zijn. Mm-hmm. Alleen de uitkomst is dan misschien iets anders. Een dier wat weer teruggaat en een dier wat de pan in gaat dan, zeg maar. Ja. Maar kan je eens wat vertellen, hoe is dat ontstaan? En hoe pak je op een gegeven moment een gun en begin je te knallen, zeg maar? Het is heel, heel kort in de bocht, hè? Dat snap je. Ja, maar, ja. Vertel. Maar, ik kan me voorstellen dat het soms zo lijkt. Ja. Wat ik eerder zei van vissen zit bij mij helemaal verder niet echt in de familie, maar het jagen eigenlijk meer. Yeah. Mijn opa jaagde ook vroeger, mijn vaders vader. En maar bij mijn vader is het echt van jongs af aan zit het er al in. Hij woonde op een boerderij en daar, ik denk dat de regels toen ook nog wel iets anders waren. Dus hij liep de hele dag met een windbux, met de muizen te knallen en weet ik veel... wat hij allemaal uitspookte met zijn broer samen. Ja. En bij mijn vader is het echt blijven hangen. Die is echt heel fanatiek ermee. En zodoende ga ik zeg maar... sinds ik een kleine jongen ben al mee... gewoon duiven schieten of dat soort dingen. Dus dat zit er bij mij gewoon van jongs af aan al in. En op een gegeven moment... kan je natuurlijk zelf een jachtakte halen als je 18 bent. Ja. Volgens mij mag je er zelfs al mee beginnen als je 16 bent. Dat weet ik eigenlijk niet eens helemaal zeker. En jachtakte betekent een soort bekwaamheidstoets of zo? Of het is wel echt even... Het is niet van middagje cursus. Het is wel echt een heel serieus traject. Het kost ook best wel wat geld. Het is een theoriedeel waarbij je zeg maar... Ik geloof dat ik 12 keer een zondag echt een hele ochtend... 3 uur lang gewoon klassikaal een cursus moet volgen. Daarna maak je een toets. Ja. Gewoon een landelijk georganiseerde toets. En daarnaast heb je een praktijkgedeelte. Je moet leren kogelschieten. Dus echt met een groot kaliber. En leren hagelschieten. En daarnaast moet je nog zo'n... ik weet even niet meer hoe het heet. Zo'n soort derde onderdeel waarbij je afstand moet schatten. Veiligheid om je heen. Ja. Dan verstoppen ze van die poppen half in de bosjes. En dan moet je kijken van oké, situatie inschatten. Waar staat iemand? Waar kan ik mijn geweer aanschouderen? En dat heeft allemaal met de veiligheid en omgang van je wapen te maken. Ja. Ja.
En dan krijg je zo'n jachtakte en dat is dan inderdaad een document en dat moet je jaarlijks verlengen in Nederland. Oké. Okay. Dus dan moet je ieder jaar naar het politiekantoor toe en ze komen ook altijd één keer per jaar onverwachts controle voor de doen. Check, toch? Ja, ja, dan staan er ineens een paar politieagenten voor je deur en dan maak maar open, worden alle nummers gecontroleerd, veiligheid gecontroleerd, kluis moet vastzitten in de muur, noem allemaal maar op. Ja. Dus het is wel serieus. Dat was in Nederland niet... En dat is ook wel goed hoor. Het is natuurlijk ook geen speelgoed. Zeker. En als jullie dan... je zegt net bijvoorbeeld duiven schieten. Wat voor soorten jacht beoefenen jullie dan? Je hebt zeg maar... Eigenlijk heb je jacht en schadebestrijding. En schadebestrijding is in Nederland... Kijk, je hebt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, ganzen. Als ganzen met een paar honden tegelijk op een veld landen... en daar een beetje gras gaan lopen vreten... dan kunnen ze die grond helemaal plat stampen. En wat er dan gebeurt is dat er bijna geen water meer door kan. En dat heeft natuurlijk een schadelijk effect op de gewassen die er groeien. Ja. En daarnaast heb je bijvoorbeeld ook in... Nederland is natuurlijk heel dicht bevolkt. Dus er zijn niet zoals bijvoorbeeld in Canada enorm uitgestrekte bossen. Ja, zijn er wel, maar tot op zekere hoogte. Ja. Dus je hebt altijd een bepaalde balans die je moet hebben tussen mens en dier. En dat heeft dan ook bijvoorbeeld te maken met verkeersongelukken. Ja. Dieren die worden aangereden en dus als je zeg maar de natuur overal op zijn beloop zou laten, dan ga je een hoop problemen veroorzaken. Dus het is een soort populatiemanagement. Ja, er ook, dat is sowieso belangrijk. Ja. Ja. Maar jullie, hoe zeg je dat? Jullie motivatie, jullie ding om te gaan, is niet alleen maar populatiemanagement, schadebestrijding. Jullie doen het ook voor de kick, toch? Voor de thrill, voor ja. Het jagen is natuurlijk een beetje, oermensachtige dingen. Ik denk dat het ook heel veel raakvlak heeft met vissen. Ik ben sowieso graag buiten. Ja. Vind ik mooi. Ik vind het ook leuk om dingen te leren over dieren. Over hoe processen werken. Over bewijs van hoe werkt het als een wild zwijn jongen krijgt. En hoe lopen al die dingen. En voor ons beeldvorming, daar zijn ook allerlei regels om. Hè? Het zwijn mag niet geschoten worden in bepaalde tijden met jongen. Nee, je mag sowieso nooit een vrouwelijk stuk wild bij zijn jong wegschieten, zeg maar. Ja. Dus, er zijn talloos van dat soort richtlijnen. Dus ja. Daar kun je wel in verdiepen via internet of wat ook. En er zijn inderdaad bepaalde periodes waarin je dieren mag schieten. En dat is allemaal gebaseerd op dat je, zeg maar, niet het proces verstoort. Het natuurlijke proces ook van, als... hoe zeg je dat? Bepaalde dieren in een soort van paringstijd zitten, om het zo maar te noemen. Ja. Dan... kun je dat niet natuurlijk vreed gaan verstoren, want nee, dan moet er wel gewoon dat altijd een verse aanwas zijn van nieuwe dieren. Ja, en als je dan kijkt naar dus inderdaad de vergelijking hengelsport-jacht, die is natuurlijk heel, heel groot. Alleen wat ik net al zeg, dat einddoel is anders. Die vis gaat terug. Dan kun je ook van zeggen, joh, die heeft pijn geleden. In Duitsland is daar volgens mij ook de wetgeving zo afgestemd dat ze dus vinden dat de dood een vriendelijkere uitkomst, diervriendelijkere uitkomst is dan het terugzetten na vangst. Dus daarom mag je dus officieel ook geen vis terugzetten, hè, in Duitsland. Maar hoe ervaar jij dat dan, zeg maar, dat je dus uiteindelijk het dier doodt of zo? Is dat... Wat gebeurt in jouw hoofd dat je zegt van oké, dat heb ik op een goede plek zitten. Dat kan, dat mag. En wat gebeurt er vervolgens met het dode dier? Want dat is denk ik ook wel heel... Ik moet zeggen dat... Dit zet me wel aan het denken, maar... Dat is niet mijn bedoeling, maar ik ben gewoon benieuwd naar... Het heeft denk ik ook te maken met bepaalde gewenning. Kijk, ik weet van jongs af aan al dat dingen zo gaan. En kijk, heel veel mensen, relatief weinig mensen jagen natuurlijk ten opzichte van de complete bevolking. Ja. Maar er zijn wel veel meer mensen die in een restaurant een hertenbiefstukje bestellen, om ik noem maar wat. Exact. Dus ja, waar komt dat dan vandaan? Dat komt natuurlijk niet uit een of andere kweekboerderij. Nee. Voor mij is... Ik vind, zoals ik al zei, het buiten zijn vind ik heel mooi. En gewoon, kijk, het is net als met vissen. Je vangt ook niet altijd wat, maar dan kan het ook mooi zijn. Dus ik vind het ook leuk om gewoon buiten te zijn, dieren te zien. En je ziet ze natuurlijk in een natuurlijke omgeving. Dat is sowieso gaaf om te zien. Ja. Ik weet nog dat toen ik net verkeering had met mijn vriendin, dat ze zei, ik heb nog nooit een vos gezien in het echt. Dan dacht ik, nog nooit een vos gezien in het echt. Dat heb ik er al honderden van gezien, weet je wel. Dus er gaat eigenlijk een compleet nieuwe wereld voor je open als je gewoon vaak... in het bos bent. En dat kan natuurlijk ook als je gewoon wandelt en noem maar op. Maar als je echt die avonden, soms zelfs nachten en ochtenden en gewoon echt op pad gaat, op jacht gaat eigenlijk, dan... Dus daar zit een heel stuk van jouw trail in. Ja, heel in, veel zeg maar. Beleving is het eigenlijk, denk ik. Ja. En dan voor jouzelf, het feit dat je dus het dier
dood en niet terugzet. Is dat dan ook dat je het vaak daarna of eet of dat het gebruikt wordt ergens voor? Dat dat dan ook... want dat is bij jullie wel het geval, toch? Ik heb je dat wel eens gevraagd. Ja, het is natuurlijk mega belangrijk dat je niet... Want kijk, als jij een dier zou schieten en je doet er niks mee, je laat een bewijs van liggen. Ja. Ja, dat is natuurlijk, hoe zeg je het, dan is het puur doodschieten. Zinloos doden is ja, het eigenlijk wel. Of tenminste, zo kijk ik er wel een beetje tegenaan. Ja. Dus wat je in principe altijd doet als je een dier schiet, dan zeker met groter wild, ik noem maar wat, een ree of een hert, een wild zwijn. Ja. Dan is het eerste wat je doet ontwijden. Dat is zeg maar, zonder al te ranzige details, het dier opensnijden, verwijderen van zijn ingewanden, zonder het vlees te beschadigen, wat bijvoorbeeld op de heupen en noem allemaal maar op zit. Ja. En dan kan je hem zelf opeten. Dat mag niet overal. Ook bijvoorbeeld in Duitsland is het vaak centraal geregeld. Dan hang je hem in een koelcel en dan gaat het naar een lokale slager of zo. Ja. En wat wij in Zeewolde veel doen, is dat het gewoon naar lokale restaurants toe gaan. Ja. Die daar gewoon vaak ook best wel gespecialiseerd in zijn in wild. Ja. En het idee is natuurlijk dat de verspilling echt minimaal is. Ja. Kijk, zo'n dier moet je nooit zomaar doodschieten en er dan volgens niks mee doen. Het zou ook gek zijn als je in het bos wandelt en je ziet overal beesten dode liggen. Beesten nee, liggen. Dat... Maar er is dus gewoon een complete circle of zo. Ja, in principe dus, wel. Ja. Er moet dus een bepaalde balans zijn. En als jij dan een aantal reeën, om maar even een voorbeeld te noemen, schiet om de balans te houden, dan wordt er natuurlijk ook dat vlees wordt weer verwerkt, zeg maar, uiteindelijk. Ja. Tot het bij iemand in een restaurant of wat ook op zijn bord komt. Ja. Ja, ik denk dat dat stuk vooral voor veel mensen die een oordeel hebben. Dat is ook over het vissen altijd zo. Hè? Dus ja, hè, je jankt die vis een haak door je bek. Klopt, dat is stress, dat is pijn. Maar er zit ook een stuk behandeling na. Ja, wat dan in ieder geval ervoor zorgt dat in het geval van vissen die karper zo goed mogelijk weer terugkomt in het water. En in het geval van jagen dat er ook echt een doel is met hetgeen wat jullie geschoten hebben. Of zo daarna. Ja, het heeft... te maken denk ik met inderdaad, je hebt er gewoon bij vissen natuurlijk altijd zorg bij dat je gewoon zo goed mogelijk met die vis omgaat. Ja. Hè? Daarom is visveiligheid ook zo'n enorm grote topic. Je gooit zo'n vis niet meer niet op het gras terug en je hebt helemaal onthaakmatten en alles voor om die vis zo goed mogelijk te behandelen. Ja. Onbeschadigd terug te zetten en je kan zelfs wonden behandelen tegenwoordig met de hulpmiddelen die we hebben. Ja, allerlei materialen voor je. Ja. Alright, cool. Leuk om in ieder geval een stukje inzage. Ik snap heel veel in het proces wat jij schetst over het jagen. Persoonlijk heb ik met het doden iets meer een probleem. Maar dat is ergens ook hypocriet, want ik vreet het wel. Ook niet meer zoveel de laatste tijd, maar ik vreet het wel. Dus dat is natuurlijk heel lastig om daar. Ja, ik vind het wel leuk om... beïnvloed door onze vegan markt. Ja, en mijn vegan vrouw, dus dat gaat alle kanten op. We gaan de stap maken... naar even KWO, want dat is ook wel leuk. Je bent natuurlijk bij ons aan de slag gegaan. Wat spook je uit hier in onze toko? Wat doe je? Nou, toen ik dus part-time werkte, deed ik al redactieklussen. En dan moet je denken aan artikelen die mensen insturen. Bijvoorbeeld over hun eigen visserij. Gewoon, ik heb een leuk avontuur beleefd in Frankrijk. Daar heb ik een stukje over geschreven en wat foto's. En dan ga ik door die tekst heen. Zet ik er foto's in, maak ik kopjes, noem allemaal maar op. Dat het gewoon een gelikt artikel wordt uiteindelijk voor de lezer. Ja. En sinds ik bij KWO werk is dat enigszins in de basis hetzelfde gebleven. Alleen dan nu dat ik meer als een soort hoofdredacteur onder Michiel dan ook veel het contact heb met partners. Dus de commerciële kant van advertorials, leuke nieuwe tenten, items, noem maar op. Maar de marketingplanningen toch? De acties bedenken. En ook inderdaad verder vooruitdenken. Ja. KWO is natuurlijk ook wel wat gegroeid. En daardoor komen er steeds meer dingen bij kijken. Het wordt steeds, als je aan het groeien bent, is het natuurlijk belangrijk om dingen goed te managen. Afspraken goed te hebben en zo. En ik denk dat ik daar ook deels een rol in vervul. Ja. En daarnaast sta ik Mark bij met gewoon de marketing over alles wat met KWO te maken heeft. En bijvoorbeeld de KWO specials. Ja. We hebben natuurlijk kleding. Dus, En alle publicaties die je dus eigenlijk op het openbare KWO ziet, zijn linksom of rechtsom wel langs Pim zijn ogen gegaan. Ja. En ik denk ook dat als je kijkt naar de samenwerking met partners, dus de mediaplanningen, maar waar we vroeger eigenlijk veel meer een uitvoerende club waren, zijn we nu ook weer de creërende en de bedenkende club. Het is heel vaak zo dat jij in dit geval dan met planningen ideeën komt, hoe dus die bedrijven op een zo goed mogelijke manier hun marketing kunnen invullen door de samenwerking met ons. Ja. En dat ook in jouw business zit.
En niet te vergeten, Pim is een visbus aan het regelen, jongens. We zijn op zoek naar een KWO visbus. Dus mocht je nog contacten hebben bij Volkswagen, Mercedes, 4x4, dan kan je ons het laten weten. We proberen wel prachtig. We proberen een visbus te husselen in de komende tijd. Maar daar later meer over. We gaan de stap maken echt naar je visserij. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste in deze podcast. Toen ik gisteren zat te denken over de podcast, dacht ik, oké, ik wil eigenlijk op twee lijnen insteken. En één lijn is randmeren. Daar heb ik de vorige keer met Marco ook al even over gesproken in de podcast. Marco Nap is de podcast die hiervoor live staat. Maar echt maar heel kort. En ik denk dat jij daar ook inmiddels verder in bent, meer ervaring hebt. Het andere is, heb je ook een artikel over geschreven. Van joh, naar Frankrijk, op je bek gaan, wat ging er mis? Maar ook, hoe bereid jij dat voor? Welke keuzes maak je? Want dat proces heb je nu ook al een aantal keer gehad. En ik denk dat dat voor gasten ook wel heel leuk is om dat een keer te horen van iemand die dan nog niet al 50 keer in Frankrijk is geweest. Nee, geen Mark Hofman, zeg maar. Ja, de rijdende encyclopedie. Dus we beginnen even met die randmeren. Kan je mij eens wat meer vertellen over hoe belangrijk die randmeren in jouw visserij zijn? Wat voor rol ze spelen? Hoe je daar vist? Hoe vaak? Ik ben even benieuwd naar het grotere plaatje. Nou, toen ik net begon met vissen, vist ik vooral op een kanaal bij mij in de buurt. Hoge Vaart was dat. Ja. En daar heb ik het echt een beetje met Tjeerd samen, hebben het onszelf aangeleerd. Deels met internet erbij. Kijk, zoals ik al zei, we hadden niet bewijs van een van onze vaders of zo die er alles van wist en je alles kon vertellen. Ja. We zijn denk ik ook, ik wil niet eens weten hoe vaak we wel niet niks hebben gevangen. Maar goed, daar leer je natuurlijk ook van. En het was gezellig. Biertje erbij. Dus geen reden tot klagen. Maar ja, de randmeren, ik zit even te denken waar dat precies is begonnen. Maar het, kijk, als je van een klein kanaaltje ineens aan de randmeren staat. Ja. En Zeewolde, waar ik woon, ligt aan de randmeren. Dus, want even voor mijn beeld, aan welk randmeer zit je dan? Het Wolderwijd ligt echt aan Zeewolde. En je zeg maar wat hoger op gaat, het meer richting Harderwijk, Elburg, die kant, als dan het Veluwemeer. Maar dat staat allemaal in verbinding met elkaar, toch? Ja, het loopt zeg maar, de randmeren lopen helemaal om Flevoland heen. Ja. En dan tussen Flevoland en Noord-Holland heb je zeg maar het IJsselmeer. Dat is nog weer een iets grotere slok water. En ik durf niet precies een datum of een sessie aan te geven waar dat, die voorliefde is begonnen, zeg maar. Maar waar ik zelf een soort van moeite mee heb, of wat ik minder leuk vind, is gewoon dat je bijvoorbeeld op die kanaaltjes heb je wel eens, dan ga je een paar keer voeren, dan kom je daar en dan zit er iemand anders. Ja, weet je wel? Dat is lastig. Het liefste heb ik een plek waar ik helemaal mijn eigen ding kan doen, en het wordt steeds lastiger natuurlijk. Ik bedoel, door het internet kun je alles vinden, Google Maps laten, alle stekken in principe al zo'n beetje zien. Ja. Maar de randmeer is natuurlijk nog wel gewoon het grote, avontuurlijke, gewoon de uitdaging en het grote water, dat trekt me heel erg. Dat vind ik heel gaaf. Een kantvisserij dan of boot is jouw visserij? Als ik een boot heb, was het 1000% bootvisserij. Die staat echt bovenaan het verlanglijstje als ik mijn huis enigszins heb afbetaald. Ja. En dan misschien een keer met Chit samen zoiets regelen. Ja. Dat is natuurlijk de ultieme vrijheid. Zeker op zo'n water als de randmeren kun je dan echt je leven lang vissen zonder dat je erop uitgekeken raakt. Tenminste, zo zie ik het. Ja. Maar voor nu is het vooral kantvissen en ook af en toe wel gewoon het bootje vol stampen. Even naar een schiereilandje varen. En vanaf daar vissen. Ja. Vanaf daar vissen. We proberen ook echt wel, juist doordat je die moeite doet, kom je natuurlijk op de plekken waar het minder vaak druk is. Maar in principe kun je op de randmeren ook in veel kantjes goed vissen. Ik noem maar wat, op het Veluwemeer zijn de randmeren bij wijze van 800 meter breed. De Vaargeul is 100 meter breed en op de rest van het stuk kan je lopen. Ja. Dus waar ik heb op plek gevist daar, had je gewoon een richtpunt van een paar bomen, zette je 100 goede stappen in je waadpak en daar legde je richt gewoon tussen je voeten neer en dan liep je terug. Ja. En zo kon je daar gewoon vissen. Want die vis trekt ook over die ondiepe platen. Ja, die vis, zeker nu in het voorjaar, is het het is ieder jaar weer net anders wanneer ze er wel en niet op zitten. Ja. En zeker het Veluwemeer is meer een zandbodem, vaak ondieper op veel plekken. En waar ik woon bij het Wolderwijd zit vaak iets dieper, zeg maar niet helemaal dat je er kunt lopen. En een kleibodem, dus die is, daar zit wel wat verschil in. Dus zelf de plekken dicht bij Zeewolde is meer, daar hou ik het vooral bij de Vaargeul. Vaak bovenop het taluut, onderin het taluut. Dat soort plekken hebben voor ons heel vaak vis opgeleverd. En wat me trouwens nog het meeste misschien wel trekt aan de randmeren is gewoon het onbekende. In de zin van, als ik op de Hoge Vaart een aanbeet kreeg, dan wist je dat het een torpedoschub was van maximaal 10 kilo. En op de randmeren kan het een mooi schubje zijn van een kilo of 10, maar er zitten ook uitzetters tot zeker al over de 20 kilo. Ja. Dus je weet nooit wat het is. En dat is wel heel mooi eraan. Zie je,
Lukt het je om vis te lokaliseren daar? Zie je vis? Zelf heb ik heel weinig vis gezien eigenlijk op de Randmeren. We werken het laatste jaar ook steeds meer met een drone. En dan proberen we ook daar wel wat uit te halen. Maar met een klein beetje wind. En als het dan al iets dieper is, dan is dat vaak al best wel lastig. Ja. En springen, draaien is heel lastig. Voor mij persoonlijk, waar ik heb gevist, heb ik dat eigenlijk zelden gezien. Ja. Een springen of draaiende vis. En op basis waarvan maak je dan wel de keuze om bijvoorbeeld een bepaalde stek te gaan bevissen? Nou, in principe zit het sowieso in de Randmeren. Het stikt gewoon sowieso van de karpen. Er zit echt wel gewoon goed groot bestand op. Gezond bestand. Dus bij wijze van zou je bijna overal wel kunnen vissen. Het is meer denken, een beetje logisch nadenken. Wat ook zeker niet altijd werkt. Maar kijk, nu is het voorjaar. Dus dan ga je niet onderin de vaargeul vissen. Maar dan probeer je het bijvoorbeeld wat meer op ondiepe plekken. Yeah. En wat ik wel altijd probeer te zoeken is een plek waar ik meerdere dingen kan doen. Kijk, zeker als we met z'n tweeën zijn en je hebt 6 hengels in totaal. Ja, dan vissen we ze liever niet alle 6 hetzelfde op 1 meter diep. Maar dan leg je er eentje toch in de vaargeul, eentje bovenop taluut, eentje op een ondiepe plaat, eentje in een kuil, ik noem maar wat. Mm-hmm. Dus ik denk dat het vooral zoeken naar een plek waar het niet al te druk is het liefst. Yeah. En dan speelt ook de dieptemeter wel een grote rol van hoe is het bodem verlopen en waar kunnen we ze verwachten. En heb je dan specifiek, je geeft aan kuiltjes, vaargeul dan nu niet, omdat je natuurlijk daar meer de diepte op zoekt. Maar op die ondiepere platen waar je ook kan lopen, zoek jij daar echt specifiek naar bepaalde bodemgesteldheid? Of wil je gewoon een spreiding van je hengels over een verschillende linie waarvan je denkt van oké, als die vis langskomt, dan vang ik hem altijd op of zo nu? Nou ja, dat is inderdaad wel dat is best wel een lastig ding. Want zeker als je, wat ik net zei van het Veluwemeer, als het 500 meter breed overal een meter diep is. En natuurlijk zit er dan links en rechts wel een klein gultje. Maar als je zo'n plekje vindt, zou ik hem zeker daar proberen. En anders zou ik kijken naar wiervelden. Daar heb ik zelf helemaal geen hekel aan, zeg maar. Dan kun je altijd ertussen, ernaast. Soms zie je gangen gewoon lopen. Dus die vissen zitten daar sowieso gewoon graag in en bij. Mm-hmm. En verder is het gewoon een kwestie, denk van, ook af en toe wel gewoon voeren om je kansen wat te vergroten. Ja. Al moet ik zeggen dat ik daar hele wisselende ervaringen mee heb. En dat hoor ik ook wel van meer jongens. Maar wisselend in de zin van zinvol of niet zinvol is eigenlijk niet echt een conclusie. Nee, tot nu toe in ieder geval nog niet. Ik bedoel, ik heb mensen gesproken die zeiden, ja, ik heb wel eens gevoerd 3 dagen lang en dan ving ik 2 vissen. En die week daarna ging ik zonder te voeren, ving ik 7. Ja, dan heeft het gewoon met een bepaalde trek van die vis te maken. En kijk, als het kan, probeer ik wel eens wat te voeren. Als ik zeker weet dat er niemand anders zit. Ja. Maar vaak probeer ik het ook gewoon in stand. En ik hoor daar ook veel goede verhalen over mensen die eigenlijk nauwelijks voeren. Is niet zo, en dat hoor ik ook wel van andere gasten die op zulke grote wateren vissen, dat het vaak heel lastig is om die vis vast te houden. Ja, dat is mega lastig. Ja. Zeker ook, kijk, als je daar, je moet je voorstellen, er zitten natuurlijk talloze vissoorten, ook voor brasem en winden en noem maar op. Dus voordat je moet echt flink strooien, wil je alleen maar karpers uiteindelijk op je stek houden. Want ze vasthouden. Ja, de helft van het aas wordt gewoon weggevreten door andere vissoorten. Ja. Want als ze weten inmiddels van, joh, stel je voert op een avond 5 kilo en de volgende ochtend is het weg en jij komt pas de avond daarna weer voeren. En ze hebben wij spreken 10 tussenliggende uren waarop er gewoon geen bol meer te vinden is. Ja, dan trekken ze verder natuurlijk. Ja, ja, dat is lastig. Hey, en stekkeuze hebben we over gehad, hè? Kantvisserij, bootvisserij. Nou, je wilt dus het liefst boot op die randmeren. Je loopt je hengels uit, vaak dus, begrijp ik? Ja, soms ligt echt aan het stuk. Als het kan, vist, is het natuurlijk mooi. Dan lekker geen boot mee, scheelt natuurlijk ook weer slepen. Ja. Maar vaak is het uitvaren, denk ik toch. Dat is denk ik het meeste bij mij. Want het is gewoon net te diep, weet je wel. Je waterpak komt tot van 1,40 meter of zo. Ja. En dan is het net 1,70 meter diep. Ja. Dus dan is het of zwemmen of... Jij bent ook niet de grootste, hè? Ja, waterkop komt tot 1,10 meter, ik weet niet. Nee, maar Chit heeft altijd al 50 centimeter extra. Chit is 2,20 meter, dus die kan wat verder lopen. Ja. Hey, en qua bestand, hè? Je geeft net al aan, gevarieerd. Er zijn natuurlijk allerlei uitzetprojecten geweest. wat is daar? Zitten daar gekke verrassingen? Want ik heb een fantastische spiegel ergens in de haven voorbij zien komen. Dat zei ik ook in de podcast van Marco. Die komt dan elke keer mijn hoofd op. Ja, als ik denk ik over die precies welke je bedoelt. Ja, die heeft toen ook een keer in de boulevard gestaan. Ja. Vergeet ik ook nooit meer. En dat is al lang geleden dat die vis voorbij kwam. Ja. Oranje-achtige gloed of zo. Ja, helemaal zo'n soort volschipachtig beest. Ja. Ja, het is inderdaad, zoals ik al zei, het is mega gevarieerd. Die spiegelprojecten, kan je wel merken dat... kijk, die spiegels groeien gewoon als kool. Volgens mij over het al, ik ben verder geen vis kweken, maar spiegels groeien vaak hard. Ja. Of in ieder geval op de Randmeer is dat het geval.
Er zitten ook echt wel grote schubs. Af en toe zie je wel berichten komen van mensen die toevallig afgelopen weekend... Maar uitzet of oud bestand is dat dan? Dat is dan denk ik oud bestand. Oké. Okay. Maar die spiegels zijn vooral wel aan het groeien. Ik hoor steeds meer verhalen, ook wel van plekken bij ons in de buurt... Yeah. Waar ook wel grotere vissen worden gevangen. En zelf heb ik bij toeval een keer een maatje wilde mee... die zelf niet vist, wilde een keer mee. Nou, een avondje gevoerd, gevist op een plek waar ik vaker was. En toen ving ik tot 18,5 kilo spiegel. Dus nou, ik vind dat zelf... Echt serieus. Ja, ik vind dat echt wel heel groot. Dik. Michiel zou zeggen van, valt nog wel mee. Maar niet uit, voor Randmeer, het is sowieso een mooie vis. En voor de Randmeer is het helemaal speciaal. Ja, gewoon sowieso vet dat je natuurlijk in Nederland en op zo'n groot water... en relatief onbekend dan zulke vissen kan vangen. En ze zitten er ook sowieso groter. Tot 20 kilo plus is echt geen uitzondering meer, denk ik. Maar ja, goed, zie ze maar eens te vangen natuurlijk tussen al die andere vissen door. Ja. Dus doorzettingsvermogen en moeite doen, dat zijn wel denk ik belangrijke... Factoren heb je succes. Veel last van witvis in je nachten die je daar draait? Chit lag zich sowieso dood als hij het hoort. Ik vang altijd alleen maar brasems en winden. Tot nu toe dit jaar op de Randmeer voor 4 keer gevist. En alle keren nog brasem of winden, maar nog helemaal geen karper op de Randmeer. Doen jullie bepaalde aanpassingen in rigs, aas om die witvis uit te filteren? Nou ja, kijk, nu in het voorjaar probeer je wel iets voorzichtiger te vissen. Dan heb ik zeg maar liever, dan gooi ik een paar scheppen hennep erop in de hoop dat er vis op afkomt, dat de karper daardoor getriggerd wordt van, hey, daar valt wat te halen en dat je ze er dan toch uit probeert te vangen. Maar je merkt wel natuurlijk dat je daar ook wel snel witvis mee triggert. Maar vis je dan bijvoorbeeld met grote haakaas? Of? Nou, ik vis zelf vaak sowieso met relatief lomp, zou je kunnen zeggen. Dus haakmaat 4 is bij mij denk ik favoriet. En dan ook wel vaak gewoon... Heel simpel, gewoon met 1 of 2 boilies. Snowman is een van mijn favoriete presentaties op de Randmeer. Ja. Je hoeft ook helemaal niet moeilijk te gaan doen qua rigs of wat ook. Omdat het gewoon qua dressuur is op zo'n groot water. Zoveel druk is er niet natuurlijk. Nee, precies. Maar... Kijk, er wordt op sommige stukken wel vrij fanatiek gevist. Maar dan nog denk ik van het water is zo groot. Dus op zich heb je daar weinig last van. Dus maar, ik hou het altijd simpel. Haakmaat 4 en welke diameter aasvis je dat dus? Ja, meestal een 20 mm boilie met een Snowman. Ja, okay, dus... Dat is zeg maar mega standaard, zou je zeggen. Op een betaalwater zou ik dat juist vermijden. Maar op de Randmeer werkt dat perfect eigenlijk. Gewoon attractief en... gewoon simpel, betrouwbaar. Ja. Snowman valt toch altijd net wat meer op tussen de boilies. Vaak voer ik gewoon hele en halve boilies bij. Zeker op zo'n talud zijn die doorgesneden boilies natuurlijk... die blijven dan wat beter liggen. Ja. Dus dat, zo basic als het maar kan eigenlijk. En kijk, als je kijkt naar jouw rigs, heb je dan, je geeft aan, vis vrij lomp. Vis je gewoon helemaal soepel, centimeter 15, 20 en lijnertje, that's it? Of ga je verder in je... Nee, ik vis het liefst zo makkelijk mogelijk. Yeah. Rig moet gewoon voor mij niet te ingewikkeld zijn. Ik heb ook wel echt een periode gehad, als je natuurlijk begint met vissen van... dan zie je weer bewijs van, lees je op KWO van een nieuwe rig. Ach, meteen knopen dat ding en je weet niet... uiteindelijk weet je niet meer wat je allemaal aan het doen bent. En waar welke rig nou ook weer goed voor was. Mm-hmm. Dus ik probeer het gewoon. Ik heb nu een beetje, denk ik, een paar standaard opties waar ik uit kies. En de meest standaard is gewoon een soepele rig met gewoon een curve shank haakje. Dat is wel echt mijn favoriet. Hoef ik dan ook geen liner op te zetten. En dan vis je gewoon zonder liner. Oké. Okay. Ja, dus gewoon een klein stukje lood erop. En dan gewoon 1 centimeter of 20. Mooie boilie eraan. En dan gaan met iemand aan. En zijn je visje op grotere afstanden? Dat je ook wel wat zwaarder lood vist? Of hoe? Ook heel verschillend. Ja. Bij wijze van kan het soms op 10, 15 meter uit de kant zijn. En soms moet je wel echt 100 meter plus vissen om bij de vaargeel te komen. Dus dan probeer ik dat ook altijd wel. Ik vis ook eigenlijk altijd met gevlochten op de Randmeren. Ook omdat je dan die uitwijkmogelijkheden hebt voor jezelf. Ja. Dus En als je het over gram hebt, wat vis jij dan? Is gemiddeld? Echt hele standaard. Ik denk vaak tussen de 80 en 120 gram. Ja. Gewoon heel... Gewoon basic, wat daar kan. Ja, en wat ik met een chot nog wel eens wil doen, is met een chot heb je natuurlijk altijd dat stuk lood eraan bungelen, wat een beetje ongelukkig hangt eigenlijk. Dus dan probeer ik zo licht... mogelijk als waar ik mee weg kan komen. Dus op grotere afstand moet je natuurlijk wel iets zwaarder hebben. Maar als ik bewijzen kan met een 40 grams loodje, dan zou ik dat zeker doen. Ja, ja. Hey, en Randmeren, als je kijkt naar dit jaar, heb je dan bepaalde plannen of ambities of wensen, doelen? Hoe prominent is die visserij in je visserij dit jaar? Nou, Randmeren staat sowieso echt op nummer 1. Het liefst ga ik altijd gewoon naar de Randmeren. Ja. En qua doel probeer ik eigenlijk sinds vorig jaar, heb ik wel zoiets van, ik wil echt graag een 20 kilo plus vangen. Ja, van gewoon dat openbare Randmeer. Ja, dat is gewoon de ultieme ervaring, denk ik. Spiegel of schub, als je mag kiezen? Als ik mag kiezen, schub. 100%. Ja? Ja, ja, nog speciaal. Vind ik echt wel vet, ja.
Maar weet je, ja, ik en net als met grote of kleine vissen, het interesseert me allemaal niet zo mega veel. Tuurlijk is het vet. Kijk, als ik 10 sessies achter elkaar 10 kleine knolletjes zou vangen, ja, dan heb ik zoiets van, oké, ik ga het anders aanpakken. Maar voor nu, zeker omdat het dit jaar nog niet echt los is, is bij vangen mij dan gewoon het belangrijkste. Is vangen gewoon sowieso het belangrijkste. En die grote vissen, die komen dan waarschijnlijk vanzelf. Hey, en is het druk? Ik bedoel, gewoon, je kan altijd wel een stekje waar je goed gevoel bij hebt bevissen? Of hoe ziet die visserij eruit? Ja, in principe zijn er altijd sowieso wel plekken te vinden. Ja. Ik probeer ook zelf, omdat ik hier vrij flexibel ben, door de week te vissen. En dat helpt natuurlijk. Alleen nu zit je in een hele vreemde periode met het coronavirus natuurlijk. Ja. Dat denk ik een hoop jongens wat meer tijd hebben om ook door de week te vissen. Dus ik merk wel dat het op, zeker op bepaalde stukken, zonder bepaalde namen erbij te noemen, er zijn drukker wat is. Ondiepere kommen, noem maar wat. Ja, en daar zie je gewoon de drukte toenemen, omdat mensen ook weten, ja, die vis gaat daar intrekken, zit daar al in. Ook natuurlijk daar richting de paai, de watertemperatuur is aan het stijgen, dus ze willen gewoon van het zonnetje profiteren. Ja. Dus daar zie je dan wel echt dat er ook echt wel soms wel 3-4 tentjes op een rij staan. En dan ligt er ook nog een boot een paar honderd meter uit de kant. Ja, dat er wel flink gevist wordt. Ja, echt wel, ja. Oké, cool. We gaan eind dit jaar, begin volgend jaar, gaan we evalueren. Gaan we eens bespreken over een seizoen randmeren. Om te kijken wat nou je bevindingen zijn, wat je gevangen hebt. Dat lijkt me leuk. Wat je beleefd hebt. Kunnen we eens even terugkijken op die visserij. Alright, we gaan de switch maken naar Frankrijk. Oh, nee, nou, trouwens, één vraag had ik net nog. Als je moet omschrijven hoe vaak je nu nog vist. Hoe zit jouw Nederlands visserij eruit? Maak je nog een nachtje per week? Daar was ik ook nog benieuwd naar. Kijk, je moet natuurlijk altijd een bepaalde balans houden tussen, ik moet wel mijn werkuren kunnen maken. Ja. Ik wil in het weekend ook leuke dingen doen met mijn vrienden. Nou ja, nu een terrasje pakken zit er natuurlijk niet in nu. Nee. Dus het is makkelijker om dan te kiezen voor vissen. En ik wil in het weekend ook gewoon met mijn vriendin afspreken. Dus voor nu komt het eigenlijk perfect uit dat ik door de week kan vissen. Ja. Ik probeer vaak een beetje einde van de week een nachtje te pakken. Dan werk ik een dag thuis. Ja, nu werken we natuurlijk allemaal thuis, maar dan werk ik daarna die dag thuis en dan heb ik eigenlijk het hele weekend ook nog over. Ja. Dus het zijn vaak korte nachtjes, denk ik. Gewoon einde van de middag. Dus gemiddeld 1 nachtje per week. Probeer ik nu in ieder geval wel aan te houden, ja. En dan af en toe een wat langere sessie. En dan is het sowieso vaak met Chit of met Jesper vis ik ook af en toe mee. Ja, leuk. Dus dat probeer ik wel in te houden. Maar dat is dan bewijs van 1 keer in de maand, 1,5 maand en verder gewoon korte nachtjes. Ja, en die nachten zijn instant? Daar voel je in principe niet? Ja, in principe bijna altijd. Tenzij ik echt zoiets heb van, kijk, vaak is dat voeren voor mij op plekken, omdat je dan op een plek wil gaan waar je zeker weet dat er niemand zit. Yeah. Dus dan is dat een plek, dan moet ik ergens naartoe rijden, moet ik met een boot oppompen, motor erachter, moet ik een stuk varen met de dieptemeter uitkomen, voeren. Yeah. Dus dat kost even een paar uur. Yeah. Dus dat, daar heb ik en niet altijd tijd voor. En niet altijd zin in. En ja, eerlijk gezegd ook niet altijd zin in. Plus dat als je weet dat het niet direct een mega verschil maakt, dan snap ik ook wel dat je ervoor kiest om gewoon instant te gaan vissen. Ja, precies. Dat heb jij ook wel eens, als je dan op zo'n water vist, hè? Ik weet nog wel, toen ik vroeger Loosdrechtse plassen beviste hier vlakbij, dat ik ook echt lang zeg maar twijfelde als ik dan mijn hengels uitvaarde. Wist ik wel van, oké, als hier vis voorbij komt, is het er vaak niet één, dan is het een school, afhankelijk van het jaargetijde. Oké, hoeveel voer je bij per hengel? Bijvoorbeeld nu, voorjaar, april, nu 20 graden deze week. Om dus ervoor te zorgen dat wel snel genoeg je haakaas opgenomen wordt, maar het ook attractief genoeg is voor die vis om te blijven hangen en te blijven zoeken. Zeg maar. Het is natuurlijk een onderbuikgevoel, maar heb jij daar een soort... Ja, ik vind dat zelf ook moeilijk. Ja. Zeker omdat ik geen Mark Hofman encyclopedie in mijn hoofd heb. En, maar die gozer doet ook gewoon shit op gevoel, hè? Als ik hem dit soort dingen vraag, zegt hij ook altijd, ja, ik pak gewoon een paar handjes uit die emmer. Dat is gewoon... Ja, nee, klopt. Alleen als je natuurlijk al 100 keer iets hebt meegemaakt, dan heb je wel een gevoel erbij. Ja. En wat ik mensen aan zou raden en wat ik zelf ook probeer, is gewoon zeker in deze periode rustig beginnen. Ja. Dus bewijs van een handje, of 1,5 handje, gewoon om je haakaas heen. Want je weet dan van, als ze op die plek komen, pakken ze waarschijnlijk ook je haakaas, omdat er niet zo heel veel te vinden is. Ja. En op basis van wat er gebeurt, ga je bijvoeren. Dus vang je bewijs van het eerste uur 3 brasems, ja, pleur dan maar meteen 1 kilo op, want dan zitten ze daar in de buurt. Dan hoop je dat je later op de avond of in de nacht die karps op die stek krijgen, die dan toch gaan domineren. Wat voor mij ook altijd wel goed werkte, tenminste zo begon ik wel vaak, dat ik ook wel eens durfde om wat gespreider te voeren. Om te kijken van, oké, als er dan in die zone of zo ergens vis voorbij trekt en ze vinden iets, dan gaan ze wel zoeken. En als je er dan voor zorgt dat het enigszins het voer verspreid is, dan zorg je er ook wel voor dat ze blijven hangen, blijven zoeken.
moeten zwemmen. Zichzelf ook vaak beter haken natuurlijk als je een aanbeet hebt. Maar ja, daar is ieder zijn persoonlijke ding. Het ligt er denk ik ook wel een klein beetje aan waar je ligt te vissen. Of je compleet op een open vlakte ligt te vissen. Of ja, ergens tegen een kantje of tegen een rietkraag aan. Ja, daar kan je natuurlijk niet een voetbalveld neerleggen, bij wijze van spreken. Nee, wat we wel dit jaar ook meer willen doen. Kijk, we hebben allebei best wel gewoon een prima dieptemeter, ook met GPS. En wat we dit jaar wel meer willen proberen is nog iets strakker erin zijn dat we zeg maar een soort V creëren. Dus drie lijnen, eentje ver weg, middelverre afstand en dichtbij. Dus dan vis je ondiep op het talud en in de vaargeul. Dat dan aan twee kanten en dan op beide kanten gewoon een mooie strook maken. Ja. Of een halve cirkelstrook, ik noem maar iets. En dan inderdaad met GPS-punten strakker kijken, strakker op dezelfde plekken vissen. Ja. Want op een groot open water is het natuurlijk lastig. Kijk, als je onder een struikje vist, ja, dat struikje kun je wel terugvinden. Ja. Maar voor ons is het gewoon van een mikpunt en je vaart een stuk. En oh ja, hier begint een vaag op pleur maar neer. Ja. Dat ik in het verleden ook best wel vaak gewoon geluk heb gehad. Dat die vis, misschien viste ik wel 40 meter buiten de voerstek. Ja. En ja, pakte ik ze wel, weet je wel. Kwamen ze wel voorbij, ja. Ja. Ja, ik heb die op groot water ook vaak die V's gemaakt. Gewoon die diagonale kruisen. Dus letterlijk zeg maar van linksonder naar rechtsboven, ja, 50 meter. En van rechtsonder naar linksboven 50 meter. En dan gewoon van oké, als ze dan hier ergens voorbij komen, dan volgen ze die lijnen wel. Ja. En dan kom je ze wel ergens tegen op je stek. Ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is om ergens te beginnen natuurlijk sowieso. En dat is overal zo. En dan op basis van wat er gebeurt en wat je meemaakt en wat je ziet. Ja. En ook wat je hoort natuurlijk wel van anderen. Weer sturen. Daarop beslis je de volgende beslissing. Of maak je de volgende beslissing, zeg maar. Ja, en ook vooral gewoon wat jij ook zegt is gewoon instant lekker durven te vissen. Hè? Ik denk dat dat nog heel vaak wel onderschat wordt. Ja, en sowieso als je aan dat water staat voor het eerste keer en je ziet die slok, het is echt wel een serieus water. Je moet gewoon beginnen ergens. Je moet gewoon ook gewoon durven. En nogmaals, er zit best gewoon een gezond, goed bestand op. Dus op de meeste plekken zijn ze wel gewoon te vangen. Is echt wel vis te vangen, ja. Klopt. Alright, switch naar Frankrijk. Ja, denk je, geeft al aan, hè? Je bent 25. Even voor de Frankrijk-achtergrond. Wanneer ben je begonnen met echt gewoon het alleen vissen, alleen met een vismaat, in Frankrijk vissen? Even denken. Dat is denk ik ondertussen een jaar of twee geleden. Ik vis ook eigenlijk nog niet eens heel lang fanatiek op karpen. Ja. Ik denk een jaar of twee geleden dat we... ik werkte eerder wel samen met Finot, die ken je volgens mij ook wel. En die had dan weer een... zijn compagnon, dat is een Fransman die ook een eigen water heeft. Ja. En daar zijn we... ik moet nog verder terug. Trouwens wel een leuk verhaal. Dat was ook via een betaalwater. En dat is gewoon een vrij kleine put. Ik denk een hectare of 6. Ja. En daar hadden we toen het halve meer afgehuurd. En dat was echt onze eerste keer dat we naar Frankrijk gingen. Nou, toen kwamen we daar aan. Dan hadden er, weet ik veel, 10 man gezeten of zo die week ervoor. Hemelstampvol, allemaal met 4 hengels. Dus het was best een dramatische week geweest voor de meesten daar. En wij, omdat wij het halve meer hadden geboekt, dachten andere mensen waarschijnlijk van, dan heb ik maar de helft, dus dat ga ik niet doen. Dus we hadden het hele water voor onszelf. Ja. Dat was sowieso prachtig. Nul ervaring natuurlijk. Op zo'n betaalwater, mega dressuur, mega lastig. Ja. En de tweede nacht, de eerste vis die we vingen, is nog steeds mijn grootste vis tot ooit. Ja, 24,3 kilo. Ja. Eén grote chaos. We hadden één boot bij ons en die hengels hadden we allemaal op open plekjes uit elkaar gezet. Ja. Natuurlijk liep de meest verre liep af. En Chit werd niet wakker. De boot lag ergens in het midden. Ik moest die hengel weer terugleggen op die steun. Het was één grote chaos. En uiteindelijk zat hij blijkbaar goed gehaakt. Want heb je hem wel we konden naar boven pompen. Ja. En ja, voor je beeldvorming, de grootste vis die we daarvoor hadden gevangen was misschien 11 of 12 kilo. Ja, of zo. Dus dit ging meteen keer twee. Zeg. Ja, we wisten echt niet wat we meemaakten. Het was ongelooflijk. Ja. En wist je nog, hè, jullie zijn dan natuurlijk op een punt geweest met elkaar dat jullie kozen om naar Frankrijk te gaan om te vissen. Nou, vervolgens is de keuze, hè, gaan we ergens gewoon naar een openbaar meer of gaan we inderdaad naar een betaalwater. Weet je nog waarom jullie uiteindelijk een bepaalde keuze daarin gemaakt hebben? Hoe ging dat? Ik denk dat we eigenlijk 0,0 ergens over na hebben gedacht. We kregen gewoon bewijs van dat water gewoon via, dat is vet, daar moet je een keer heen. Wat foto's gezien, wat vissen gezien. Iemand die daar gevist had gesproken, dus die kon ons ook wel wat tips geven. Ja. En vervolgens, ik denk dat... Chit en ik allebei hebben weinig, hoe zeg je dat? Ik vind allebei mooi. Ja. Ik moet zeggen, nu de komende jaren wil ik meer openbaar gaan vissen in Frankrijk. Maar ja, ik vind een betaalwater ook leuk. Ik bedoel, afgelopen week was ik ook met Robin op een betaalwater. En kan ik ook gewoon heerlijk van genieten. Dus voor mij maakt dat niet zo heel veel uit. En ik denk, toen die eerste keer was het ook wel een beetje zekerheid. Hè? Je bedoel, je gaat met z'n tweeën, hoe oud ben je? Een jaar of 18, 19, ga je naar zo'n water toe.
ja, toch een beetje spannend allemaal. En dan is zo'n, nou ja, zo'n betaalwater misschien iets voor je gevoel veiliger. Ja, veilige, ja. Comfortabelere optie. Dat, ja. Ja, dat kan ik me goed, goed voorstellen. Hey, en vanaf dat moment trok dat of zo, toch? Want daarna ben je nog een aantal keer geweest. Ja, klopt. Je hebt op een gegeven moment ook de keuze gemaakt om wel bijvoorbeeld een keer openbaar te vissen. Ja. Gaan we zo nog even op verder. Waar ik ook wel benieuwd naar ben. Je hebt inmiddels hoeveel betaalwatertrips heb je gedaan naar Frankrijk? Ik denk een stuk of ja, 3 of 4. 3, 4. Niet okay. Zoveel. En als je kijkt dan naar je voorbereiding op dat soort trips, hè, heb je bepaalde kenmerken van wateren of websites of informatie waar jij dan op filtert? En hoe ziet jouw aanpak er dan? Hoe ziet jouw voorbereiding eruit? Is dat heel anders dan bijvoorbeeld je Nederlandse visserij? Kan je daar eens wat over vertellen? Nou ja, je gaat natuurlijk vaak voor het eerst naar een plek toe die je niet kent. Ja. Dus wat denk ik het belangrijkste is sowieso natuurlijk bewijzen van foto's opzoeken, een kaart van het water. En dat soort dingen zijn dan vaak wel voorzien op een website van een boekingsclub. Ja. Dus op zich is dat niet zo'n probleem. En dan kun je wel vast een idee krijgen van, oké, vaak zie je ook wel wier op dronefoto's heb je natuurlijk tegenwoordig bijna overal. Ja. En video's op YouTube, noem maar op. Ja. Maar ik denk wat voor ons het belangrijkste was, is de plekken waar ik tot nu toe geweest ben op betaalwateren, waren altijd wateren die bekend waren voor mensen uit mijn netwerk, zeg maar. Dus ik kon gewoon aan persoon A en B vragen van, joh, hoe was het toen jullie daar waren? Hoe waren de vissen? Hoe waren de vangsten? Waar heb je opgevangen? Ik vroeg gewoon alles, weet je wel. Ja, natuurlijk. Ja, dat is denk ik ook een hele goeie. Hè? Ja, gewoon, je moet maximaal weten. Ja. En wat wij dan altijd gewoon deden, is sowieso altijd vrij veel voer meenemen. Zo van, voorzichtig beginnen, maar mocht het losgaan, kun je altijd blijven voeren. Want dat kan sowieso wel het verschil maken, denk ik. Ja. En gewoon verschillende dingen bij je hebben en proberen, weet je wel. We hebben bijna altijd sowieso natuurlijk boilies bij ons, maar ook wel vaak tijgenoten en andere particles, dat je ook wat subtieler kunt vissen. En dat je gewoon ook probeert te vissen wat misschien, hoe zeg je dat, iets minder voor de hand liggend is. Ja. Dus ik bedoel, de laatste keer, of de ene laatste keer, zag ik een vis draaien boven een wierbed. Ben ik er letterlijk heen gevaren, gewoon bovenop waar die vis zwom. Flikkerde ik een chot midden in het wier neer, in de hoop dat hij enigszins schoon nou ja, lag te vissen. Ja, ja. En 10 minuten later liep hij af en ving ik misschien wel die vis die ik daar net zag springen. Ja. Dus het heeft ook vaak te maken met gewoon kijken wat er gebeurt en daarop je keuzes maken. Andere dingen. Ja, ik heb ook wel, in het verleden hebben we ook wel natuurlijk wat geschreven daarover op KWO. Er kwamen ook heel vaak dingen voorbij als, oké, jongens, durf een keer s'nachts je hengels binnen te houden. Durf een keer in plaats van met 4 hengels, maar met 2 hengels te vissen. Vist iedereen tegen de overkant, vist in je eigen kant. Vist iedereen met snaarstrakke lijnen, ga soepel vissen. Ja, je hebt zoveel tegenstellingen die je daarin denk ik kan bedenken. Wat ik ook heel vaak zie is, ik heb ook een aantal van dat soort trips gedaan. Zie je ook heel vaak dat bijvoorbeeld gasten op hun stek dan nog steeds maar continu blijven varen met boten of met voerboten. Ja. En daardoor die stekken verstoren. Dat je ook echt daar, als je dat goed ziet, dat je denk ik je voordeel eruit kan halen. Maar dan moet je natuurlijk wel de juiste hulpmiddelen voor handen hebben, als een voerboot of zo. En ja, of durven te werpen. Hè. Ik denk dat dat ook weer zo'n onderschat ding is. Van, hè, dat die frequenties en het geluid van voerboten, die vissen weten dat gewoon donders goed, jongen. En dat was afgelopen week ook met Robin. Die zei ook van, we gaan echt bewust proberen die boten gewoon uit het water te houden. Met voerboot dingen te doen. En ik moet zeggen, het heeft niet helemaal opgeleverd wat we hadden gehoopt natuurlijk, maar ja, je weet niet zo goed wat het. Je kan het natuurlijk ook niet vergelijken. Je kan niet terug in de tijd en het nog een keer met de boot doen. Nee. Maar ik geloof dus wel erin dat als je daar scherp op bent, dat je echt wel vis, bonusvissen en sowieso vis kan opleveren. Als je dat al anders doet dan de rest. Ja. En wat Koos Walters in die podcast ook al zei, en dat herken jij misschien ook wel, dat heel veel gasten ook zo'n duidelijk vooropgezet plan hebben, dat ze dan ter plekke niet meer kunnen sturen. Ja, terwijl het ook heel belangrijk, die fout heb ik ook gemaakt, hoor, absoluut. Terwijl het ook heel belangrijk is om gewoon te luisteren naar een beheerder, maar ook naar bijvoorbeeld, stel je voor, je komt op die stek en die gast voor je, die is aan het opruimen en die vertelt je wat die week voor hem gewerkt heeft of niet. Ja, precies. Als dat helemaal haaks staat op jouw plan, moet je gewoon mee kunnen bewegen in die visserij. Absoluut. En dat zie ik ook vaak fout gaan. Ik heb het ook zelf een keer die fout gemaakt. Toen zat ik op een water in Noord-Frankrijk. En die beheerder die zei al tegen me van, joh, je vangt niks anders dan op deze bol, deze bol, deze bol. Want daar worden ze mee gevoerd, zijn ze gewend, bla bla. Ja, het zal wel. Nou, het is toch zelf 2, 3 nachten vissen met een eigen aasje. Gewoon blenken. En uiteindelijk dan maar uit koppigheid die laatste nacht toch. Ja, dan vang je toch 2, 3 vissen. Komt het dan door die switch van aas? Ja, ik weet het niet, maar
Ja, het is wel waarschijnlijker. Ja, klopt. Ja, je moet ze ook sowieso... Ik zou altijd verschillende dingen proberen op je hengels. Dus bij wijze van één met particles, één met een, nou ja, een Ronnie of een Chot, of noem maar op. En dan eentje gewoon met heel simpel bodemaas. Durf ook gewoon met een enkele 20 mm bol te vissen. Ja, en variatie met aas op dat soort water. Hè. Als je leest bijvoorbeeld wat zijn René Treffers en Michiel met maden voor elkaar krijgen. Gewoon blikmais, wat mega vaak nog onderschat wordt. Gewoon aas wat nog niet als gevaar bestempeld wordt. Ik denk dat dat ook heel ja, absoluut, is. Absoluut. Ja. En wij, ook als ik even, dat zit natuurlijk het meest vers in mijn hoofd, vorige week met Robin. Want wat even voor de luisteraars, je bent vorige week met Robin op Forest Valley geweest, hè, in Limburg. Water wat via Gills & Skills te boeken is. Ja, Bob. Ja, heel leuk. En daar zijn jullie een aantal dagen, hebben jullie gevist. Gewoon als vakantievisserij, lekker relaxed. Ja, gewoon een midweek eigenlijk. Hoe zeg dat? We zaten natuurlijk in het paasweekend en die kans deed zich heel kort daarvoor. Ja. Kregen we die kans. Ik zei tegen Bultes van, ik wil wel graag mee, maar ik had die dinsdag echt nog even nodig om wat werk op de rit te krijgen. En verder daar, de voorzieningen waren ook wel zo dat ik daar wel wat kon werken. Dus ik dacht, nou, gewoon een tijdelijk midweekje kantoor aan de waterkant. Ja. Dus ja, kijk, dat is ook een betaalwater. Dat wordt gewoon het hele jaar door bevist. Daar zitten gewoon zeker 300 dagen per jaar zitten daar gewoon mensen te vissen. Ja. Dus dan is het enorm belangrijk dat je ook wat informatie probeert te krijgen van de gasten die voor je er hebben gezeten. Mm-hmm. Maar ja, goed voorbeeld, de midweek voor ons wisten we dat er onder een bepaald struikje 3 vissen werden gevangen een ochtend. Dus ja, wat doe je? Je begint natuurlijk meteen onder dat struikje. Ja. Dat heeft de hele week niks opgeleverd. Dus het kan ook zo anders zijn. Ja. En ik moet zeggen dat het waarschijnlijk... We hebben van alles geprobeerd. Diep, ondiep, boilies, alle soorten aas. En het was gewoon taai. Ja. En een stuk water die normaal, zeg maar, waar het niet per se moet gebeuren. Daar stond een bonushengeltje en die liep wel 4 keer af. Dus ja, je moet gewoon... Ja, wat dat betreft is het ook... je kan echt wel bepaalde signalen interpreteren en een plan maken. Maar ook daar kan je compleet nat gaan. En, ja, absoluut. En ook wel een leuk voorbeeld. In dat zijkommetje, daar wisten we dat helemaal achteraan onder een struikje ergens zou een bepaalde hotspot zijn. Yeah. Dus we zijn aan het uitvaren en op het moment dat die boot net van de kant wegvaart, zien we een vis draaien naast een stuk riet. En we kijken elkaar aan en Robin zegt, wat wil je, wat zullen we doen? Ik zeg, weet je, gooi maar daar neer. Ja, die hengel liep wel binnen 10 uur 2 keer af. Dus dat is dan ook weer zo'n voorbeeld van niet doen wat er bewijs van op internet staat. Ja. Maar gewoon, je ziet daar een vis. Ja, ga dan niet 50 meter verderop vissen, maar gooi gewoon er bovenop. Ja, vissen waar je vis ziet. Ja. En je hebt dan natuurlijk vanuit die trips heb je op een gegeven moment ook de keuze gemaakt om naar openbaar water te gaan. Wat motiveerde jullie om dan toch op een gegeven moment te zeggen van, alright, fuck it, auto vol en we gaan gewoon? Eigenlijk denk ik 100% gewoon door KWO. De verhalen hier en ook wel de succesverhalen. Kijk, ik denk dat het ook wel belangrijk is voor de beeldvorming van luisteraars dat ook een Mark en Michiel zeker niet altijd wat vangen. Nee, zeker. Maar ze hebben wel een bepaalde ervaring. En kijk, voor mij is het dan natuurlijk vrij makkelijk om aan Michiel of Mark te vragen van, joh, waar zou ik leuk kunnen vissen? En je hebt natuurlijk een bepaalde informatiebron die daar een grote rol in speelt. Ja. En je bent wat ouder, je hebt wat meer ervaring. Dus je durft ook sneller, denk ik, gewoon die auto vol te trappen en te gaan. Maar is het dan dus het openbare voor jou, was dat dan het avontuur en de vrijheid en de flexibiliteit, waardoor je dus die stap maakte van, ik wil dat ook een keer proberen? Ja, die absoluut. En natuurlijk bewijzen van de normale, laat ik zeggen, 250 euro per persoon die je neertikt om ergens te vissen. Ja. Ja, die kun je alweer stoppen in gewoon rondrijden, aas en zo. Dus in de kosten kun je het ook enigszins compenseren, wat natuurlijk mooi is. Ja. Ja, en het avontuurlijke, dat trekt gewoon. En lukt het op water A niet, dan rij je door naar water B. En bij ons was het uiteindelijk water D of E of zo, waar we zaten te vissen. Ja, jullie hebben al ook Frankrijk zo'n voorbeeld. Ja. Ja. Je hoort het steeds vaker, hè. Je hoort steeds vaker dat jongens die naar, in dit geval openbaar gaan, dat je inderdaad een plan B, C en bij wijze van spreken D moet hebben. Omdat of de omstandigheden zijn ruk, of er zitten gewoon vissers op je stekker, of het loopt niet en je moet kunnen uitwijken. Maar dat is denk ik wel een voorwaarde voor uiteindelijk kans op succes. Je moet altijd sowieso van tevoren kijken naar meerdere opties. Ja. En heel eerlijk hoor, wij hebben talloze fouten gemaakt daar. Maar hoe heet het artikel wat op KWO staat? Ik ben de titel even kwijt. Het is van 4 dingen die ik leerde van mijn eerste openbare trip of zo. Is een community artikel, hè? Ja, klopt. Dus het staat bij ons de community, jongens. Lang artikel waarin Pim gewoon echt 4 dingen van die zegt, oké, jongens, dit deed ik fout en hier heb ik van geleerd. Ja.
Weet je ze? Ja, natuurlijk weet je ze. Tenminste, ga ik vanuit. Ja, ik zit te denken welke ik ook weer zeg maar, de vier maar... korte die je hebt aangehaald. In het eerste wat in me opkomt is sowieso van... nou ja, kijk, dat backupplan is natuurlijk mega belangrijk. Ja. Zorg dat je meerdere wateren gewoon... dat je weet dat ze in de buurt liggen... en dan niet op 3 uur rijden van elkaar... maar het liefste, zeg maar, op... vaak heb je wel regio's waar 20, ze ook 30 minuutjes ja, max. Ja. Zoiets is mooi, want... wij hadden ook een bepaald water in ons hoofd. Ja, en dan heb je toch een beetje dat als optie A. En van ja, daar moet het gebeuren. En dan kom je daar aan, zit het vol... ja. Dan en dan weet je van, oké, ja, tyfus, dat is dan wel meteen weer even slikken. Oh ja, wacht, we zitten wel op openbaar. Ja. Dus ja, dat, het is ook gewoon steeds drukker natuurlijk. Het wordt ook steeds makkelijker voor mensen om daarheen te gaan. Ja. En je hebt natuurlijk nog de locals. Maar er zijn zoveel water in Frankrijk, jongens. Ja, absoluut hoor. Maar, oh ja, je kan je leven lang vissen daar zonder dat je... in een straal van 15 tot 20 kilometer rondom elk water wat jij op de kaart prikt, is genoeg ander... ja, en in principe zit ook bijna overal wel karper. Ja, ik bedoel, soms moet je ook gewoon een water waar je niks over kan vinden, gewoon proberen. Ja. Oké, dus één is, heb je backup plan? Ja. Belangrijke? En dan de volgende, sowieso hele belangrijke is, kijk, bij een water kun je natuurlijk altijd op bepaalde plekken aan het water komen. Ja. En wat wij sowieso te veel fout hebben gedaan, is de makkelijke route gekozen, de makkelijke stack. Ja. Dus zeg maar... dus eigenlijk gewoon verder gaan. Dichtst bij de parkeerplaats bewijzen van. Ja. Terwijl we achteraf hadden gezien, ook wel van mensen die na ons zijn geweest, die bijvoorbeeld aan de andere kant van het water hebben gezeten, noem maar op. Ja, vaar gewoon je spullen over en neem gewoon die extra moeite. Iets meer risico, iets meer energie, iets meer moeite erin. Ja, dan... precies. Ja. Oké, okay, tip 2. Oh jongens, ik moet even graven wat ik ook heb opgeschreven. Onze hoofdredacteur. Ik, ja, wat ik sowieso wel geleerd heb van... in Frankrijk heb je natuurlijk heel veel stuwmeren. Ja. En wat dan wat heel lastig is... of wat ik persoonlijk heel moeilijk vond... is als je bijvoorbeeld die randmeren bent gewend... oké, okay, je hebt een ondiepstuk, een vaargeul... dus je vist sowieso in die vaargeul, onderin op het taluut. Dat zijn al plekken waar je die vis gewoon kan verwachten. Ja. En dan kom je op zo'n stuwmeer... en daar loopt het gewoon langzaam af vanaf de kant. Ja. Dan komt er een dieptepunt en dan loopt het langzaam weer omhoog. En dat, dan vaar je rondjes en dan zie je dat het gewoon overal zo is. En denk je van ja... waar de fuck ligt die vis dan te chillen? Ja, ja. En wat wij sowieso veel fout hebben gedaan... is gewoon het op een plek... oké, okay, hier lijkt het goed. Of we dachten een signaal op de dieptemeter te zien... dat daar vis lag. Ja. Dat je daar dan een voerplekje maakt. Geen marker of GPS-punt. De volgende dag is er niks gebeurd. Ga je hem verplaatsen, leg je hem heel ergens anders neer... en vervolgens heb je aan het einde van de week... op 10, 15 plekken een hoop voer gestort. Ja. Waarvan op die eerste 5 misschien ondertussen de vis zit. Maar wij zijn alweer bij de volgende aan het vissen. Ja. Ja, ja, ja. Dat is sowieso een belangrijke, denk ik. Om goed ook... kijk, lukt het niet op een plek waar je wel wat gevoerd hebt... omdat er vaak best een groot bestand zit, kun je vaak wel wat voeren. Ja, ga dan ook later nog een keer terug naar die plek. Leg bijvoorbeeld markers neer of zet GPS-punten. Ja. En als je zo'n stuwmeer hebt met zo'n bodemverloop waarvan je denkt... ja, ik weet het ook niet. Wat wij beter hadden kunnen doen is gewoon zo'n die V maken waar we het eerder over hebben gehad. Ja. Vis de 1 op bewijs van 8 meter, 1 op 6 meter, 1 op 4 meter. En kijken wat begint te lopen. Ja. Maak een voerstrook tussen twee markers. Ja. En ook de bodem, ongeacht wat je op de dieptemeter ziet, zit er vaak best wel wat verschil in hardheid. Ja. En ik weet dat, dat heb ik ook later aan Hofman gevraagd, van ja, hoe pak jij dat dan aan? En voor hem was ook wel de bodem voelen een goed punt. Dus sowieso met een hengeltje met een stuk lood de boot in kan ook echt wel lonen. Dus dat, je toch, dat het toch harder is op bepaalde stukken. Of juist zachter natuurlijk. Ja. En ja, dat zijn... ja, je geeft ik heb stiekem, jongens, heb ik hier natuurlijk even het artikel erbij gepakt. Maar we hadden net al gezegd, ja, lokale kennis heb je gezegd, hè, Schoutwaard. Ja. Ik denk dat dat een belangrijk is. Dat heb ik zelf ook mega vaak gemerkt. Dus dat als je een beetje Frans, of in ieder geval gewoon fatsoenlijk Engels en met een lach op je bek... gewoon even een paar lokale vissers aanspreekt van... hey jongens, hoe is het? Ik ben van ver gekomen, ik wil graag vissen. En ook gewoon even van, hey, als jij hier zit, ga ik ergens anders zitten. Hoe is het gegaan? Vaak zijn het hele relaxte gasten die echt wel bereid zijn om wat kennis te delen. Ja. En ja, helemaal als je daar voor het eerst komt en niet zoveel kennis hebt... alles wat zo'n gozer je wil vertellen is echt gewoon... ja, mega waardevol. Klein voorbeeldje, wij hadden een water dat was bewijzen van optie Z... omdat daar zouden we... daar zouden de vissen zijn uitgezet. Dat was zo'n vidange, een drooglegging zou daar geweest zijn. En we kwamen bij dat water en spraken een Fransman, die, of een Engelsman zelfs, die woonde in dat dorpje daar. En die zei van, nee, dat, daar zijn ze nog helemaal niet mee begonnen. De Fransen hebben natuurlijk een werktempo van, zeg maar, de helft van de hier. Meestal, niet allemaal natuurlijk. Maar dus dat ging pas veel later worden dan gepland. En dus een water wat wij bij voorbaat eigenlijk afgeschreven hadden, wat natuurlijk sowieso dom is... Ja.
bleek eigenlijk daar best een goede optie te zijn, want het was ook nog leeg. En daar kwam je achter door die local? Ja, door met zo iemand te praten, kwamen we daar inderdaad achter. Ja. En bewijs van, als je echt een beetje Frans spreekt, kun je als er bijvoorbeeld een controleur langskomt soms ook nog wel wat dingen vragen. Ja, zeker. En een biertje doet ook wonderen, jongens. Ja, ik ken zelfs mensen die standaard flessen drank meenemen, ja, om eventueel mensen te kopen. Ja, echt. Maar het is ook natuurlijk gewoon ergens gewoon heel sociaal. Hè? Ik bedoel, stel je voor, er komt iemand aan op jouw thuiswater, een Duitser, en die biedt je een biertje aan en vraagt je gewoon wat dingen. Dan ben je ook wat geneigder om te vertellen van, joh, probeer het daar eens. Je komt van 800 kilometer rijden en je wil hier vissen. Oké, man, ik gun je hier vissen. Ja, en net als wat jij zegt, gewoon een glimlach en gewoon relaxed. En ga niet, als iemand op een plek zit waar jij wil vissen, maak er geen probleem van. Er zijn nog 1000 andere plekken. Dus klopt. Gewoon een beetje relaxter instaan, denk ik, is al de helft. Je hebt ook aangegeven in je artikel, hou er rekening mee dat je dus niet de enige bent. Dat hangt natuurlijk ook weer nauw samen met, heb een backup plan. Ja. Hou ook gewoon rekening mee met het feit dat er daar, er is waterrecreatie, er zijn roofvissers, er zijn locals die wat andere ideeën hebben bij het op afstand van elkaar vissen dan wij Nederlanders hebben. Ik heb het ook zo vaak gehad dat er gewoon gasten, zeg maar, letterlijk 30 meter naast me gewoon uitpakken en het heel normaal vinden dat ze daar gewoon rechtdoor uitwerpen en dan vissen. Terwijl misschien mijn linkerhengel compleet langs de oever loopt en, zeg maar, hij dwars over mijn lijnen heen vist. Je moet gewoon van tevoren bedenken, ik ben daar sowieso niet de enige. En dat heeft dus deels te maken met dat doe niet wat iedereen doet idee. Ga dus ook niet op de meest voor de hand liggende stek liggen. Ja. En ook weer gewoon dat sta er open en relaxed in en kijk gewoon wat er daar gebeurt. Ja, en reageer, weet je. Komt dus een gozer, ga geen bonje maken. Kijk gewoon wat je wel kan. En je maakt de gekste dingen mee. Wij hadden zelfs op een plek waar we uiteindelijk dachten, nou, dit is echt een goede plek, vlakbij een stuwdam. En daar kwam een of andere roofvisser en die had daar een hengel van €800 verloren. En toen gingen twee maten of zo, gingen daar de hele middag duiken op onze stek. Daar moet je dan ook op inspelen op zo'n moment. Ja. Maar dit is denk ik wel, als je spreekt dus over BTW openbaar, de discussie is niet meer zo hot als dat het 10 jaar, 15 of 20 jaar geleden was. Je ziet veel meer dat beide visserijen heel erg geaccepteerd zijn, maar het is dus niet alleen maar zo, als jij BTW-vissers hoort, joh, dat heilig is, is het niet. Openbaar is ook niet heilig. Heeft het zijn voor's en tegens. Precies. En ik denk, als je dus alleen naar openbaar gaat, dat artikel wat jij hebt geschreven is een goede basis. We hebben ook meerdere artikelen. Joachim is nog bezig met volgens mij een how-to naar Frankrijk. Ik weet dat ook, er komen ook how-to's met voerstrategieën en zo. Dat soort dingen kan ook heel waardevol zijn op dat soort openbare watertrips. Als je dat stukje kennis gewoon in je bagage hebt, denk ik echt wel dat je een basis hebt om op uit te pakken. Denk ook wel dat het op openbaar belangrijk is voor jou. Tuurlijk, ga je alleen, wees voorzichtig. Kan je met een vismaat, doe dat. Absoluut hoor. Ook gewoon inderdaad de veiligheid. Ja, er zijn bepaalde regio's met criminaliteit. Maar ook gewoon van, kijk, ligt er een stenen oever. Exact. En ga jij door je enkel heen. Ga jij maar eens al je visspullen weer een paar honderd meter naar de auto toe lopen. Maar ook de veiligheid in de boot, met een waadpakket water in. Dat zijn ook wel dingen. Als je het is gewoon praktisch en veilig om gewoon samen te gaan. En kijk, als jij precies weet van hoe of wat, en je doet het al jaren, zoals Hofman, kijk, die kan zich in zijn eentje prima redden. Maar dan nog gebeurt zeker, er bij maar, hem maar wat, ook, dan, ook met hem hebben we wel situaties gehad, hoor. Ik bedoel, er is zo'n foto, zo'n videootje dat je wel ziet als er een link kapot is, volgens mij, op KWO, dat hij op zijn bek gaat. Ja. Kijk, hij is dan gelukkig fit en valt goed. Maar voor hetzelfde geld loopt die gozer een of andere dwarslesie op en ligt hij in zijn eentje daar. Hè? We hebben het hem ook wel eens gezegd. Volgens mij is hij inmiddels met een GPS-tracker ook wel te vinden door ons. Of zo. Dat zou me niks verbazen. Dat hij weet dat we weten waar hij is. Of voor Danielle. Ja, maar dat is natuurlijk wel een ding. Daar moet je ook wel gewoon echt rekening mee houden. Nou, je moet gewoon goed nadenken van tevoren inderdaad. En je goed voorbereiden op meerdere scenario's. Dat is echt wel het belangrijkste. Ja. En met open vizier erin gaan. Ja. Helemaal, ik ben vorig jaar misschien wel eens verteld, ook in de podcast, een aantal maanden met mijn vriendin met een camper door Frankrijk heen gegaan. En eigenlijk gewoon overal waar wij hebben gestaan, was water in de buurt. Misschien wel eens een keer een visser, maar vaker niet dan wel. Mm-hmm. Het zag er mega carpy uit. Dus overal heb je kansen om vis te vangen. Ja, je kan bijna overal neerploffen eigenlijk. En ik durf misschien ook wel inmiddels te zeggen dat het gemiddelde water in Frankrijk ook zeker 20 kilo plus vissen heeft.
dat denk ik ook wel bijna. Zover zijn we wel. Door gewoon het voer wat erin gaat. Door de condities daar, het klimaat, waardoor die vis gewoon goed groeit. Dus overal heb jij gewoon kans op goede, mooie vissen. Ja, en door het internet weet je natuurlijk ook dat... Kijk, als een 20 kilo vis wordt gevangen, maar nooit iemand er iets over zegt... Ja, dan weet je het niet. Ja, maar tegenwoordig zie je er zoveel van terugkomen dat je inderdaad die conclusie ook kunt trekken. Je kan echt wel veel info boven water halen. Alright, cool. Pim, twee onderwerpen. Randmeren en vissen in Frankrijk. Start openbaar BTW hebben we gehad. Ik denk, leuke basis om later dit jaar nog eens op verder te gaan. Laatste deel van mijn podcast... En je kent hem denk ik wel, want je krijgt hem ook links en rechts wel mee. Is kiezen of delen. Gewoon even je gut feeling, eerste reactie. Niet te politiek correct alsjeblieft. Een artikel of een video maken? Als ik hem zelf moet verbeteren bij wijze van spreken, echt zelf schrijven. Als je hem echt moet creëren. Nu een artikel. Kijk. Omdat ik gewoon... Nu? Ik heb niet genoeg ervaring om een video te maken. Okay. En ook de spullen niet. 10 of 12 voet, Engels? 10 voet. Gevlochten of nylon? Gevlochten. PVV of VVD? VVD. Een zwijn schieten of een 24 kilo onbekende schub vangen? 24 kilo onbekende schub is zeldzamer. Kijk, blond of brunet? Brunet. Een Audi RS6 of een BMW M5? RS6. Deze man is autoliefhebber, jongens. Ja, pas meer in, hè. Je moet kiezen, hè. Met je chick een week op vakantie of met Tjeerd een week vissen? Dan ga ik wel even lekker een weekje vissen. Netjes. Openbaar of BTW? Nog maar één water. De rest voor je leven. Openbaar. Losse banksticks of rotpot? Losse banksticks. Boef of leeuwkleine? Je moet gewoon kiezen. Is het gewoon boef, man. Ja, gewoon boef, man. Bang, bang. Hier op kantoor hebben we altijd wat... Nappie zorgt altijd voor de nodige Nederlandse hits. Voor de nodige rhyme lyrics die hier voorbij komen. Voer of instant vissen? Instant vissen, denk ik. Bollen of particles? Als ik één keuze moest maken... Ja, gewoon wat jouw voorkeur heeft, waar je meer gevoel bij hebt. Boilies dan nu. Oké. Je gaf aan, hè, particles, hennep vissen. Vis je andere particles ook wel eens? Ik ben nu wat aan het proberen, vooral met boekwijd, wat ook wel ook echt wel goedkoop is en net iets groter is dan hennep. Yep. Maar hennep vind ik vooral het mooie als dat hennep een beetje in die olie zit. Dat je het water gooit en dat er gewoon helemaal die schone plekken... Yep. Hennep is ook goed te mixen, vind ik, met... Als je een mix hebt van gewone boilies, halve boilies... Beetje hennep eroverheen wat aan die boilies blijft kleven en zo... Dan heb je echt een lekker attractieve smikkelmixje, ja. En als je qua bollen, hè, ben je vis of ben je zoet? Heb je daar een specifieke voorkeur? Ik gebruik nu natuurlijk sinds ik bij KWO werk wel graag ook die KWO specials. Yep. Omdat het ook wel een mix is. Maar daarvoor, eerder in mijn jeugd, was altijd heel zoet. Pineapple en... echt van die meer zoete bollen. Ik denk daar dat gewoon zeg maar, vanuit de jeugd ook echt wel de filosofie is... dat je het gewoon zelf lekker vindt ruiken. Ja, en gewoon denk van, oké, dit ruikt lekker. Dit zou ik zelf ook vreten. Ja. Alright, uitvaren of uitwerpen? Uitvaren. Alright, en de laatste. Een 30 kilo van openbaar water... of een maand lang een Rolls-Royce Phantom tot je beschikking? Nee, maar zo'n Phantom is een oude lullenbak. Of in ieder geval, maar maak er dan jouw ideale wagen. Zeg maar gewoon dat je zegt... Één maand is niet genoeg. Zo'n vis kan je lang 30 kilo, ja? 30 kilo. Kijk, een echte. Hey, Pim, heb jij nog een ik heb een paar vragen aan je. Heb je een KWO-project waar je of zelf mee bezig bent... of wat je weet dat er aankomt... waarvan je zegt, jongens, dat tip ik, dat komt eraan. Fucking vet, houd in de gaten. Is er nog iets wat bij je oppopt... Nou, als ik nu denk aan video's die gepland staan, dan zijn die natuurlijk al lang online voordat misschien heb je er nu een paar in je hoofd van je zegt, oké, check die sowieso. Sowieso. Kijk, aankomende vrijdag komt die nieuwe van Pilaar op Bled. En het maakt nu niet meer uit wat ik zeg natuurlijk, maar hij gaat gewoon echt een ziekelijke vis vangen daar. Dat is de gezinstrip. Ja, tweede deel. Ja, dus die is inmiddels live, jongens, als jullie dit horen. Wat we al zeiden, Joachim is druk bezig met een Frankrijk-gids. Ja, dat wordt sowieso heel vet. En wat ik zelf ook onderschat heb qua waarde, en wat ik ook echt gemerkt heb, is bijvoorbeeld in bijna ieder voorjaarsartikel stond zo'n tip van voer niet te veel. Ja. En dan dacht ik van, wat een voor de hand liggende kuttip. En toen was ik afgelopen weekend aan het vissen en was er een jongen naast mij die ging even wat bijvoeren en die strooide gewoon een kilo boilies op één hengel. Toen dacht ik van, wow, eigenlijk zijn die tips die we dan vaak maken... en er zit nu een how-to-week aan te komen... Yeah. echt wel de moeite waard om,
om even te bekijken. Het is misschien, soms zit er zo'n beetje, nou ja, bij wijze van flauwen of inkoppertje inderdaad tussen. Maar ja, hou daar wel gewoon rekening mee. Het zijn bijna allemaal fouten die mensen hebben gemaakt. En waar ze dus over kunnen vertellen. Ja. Of waar wij het is gewoon vertellen. Goed, denk ik, om even, ook al is het voor jou een hele simpele, om wel om even op jouw visserij te leggen. Dus joh, voer niet te veel. Oké, hoeveel voer ik? Waarom doe ik dat? En wat zijn mijn resultaten? Nou, als jij uiteindelijk zegt, joh, ik voer zoveel en mijn resultaten zijn goed. Ja, perfect. Maar dan heb je hem wel even gedubbelcheckt of zo. Je moet het inderdaad gewoon reflecteren naar jezelf. Ja. En sommige dingen gelden helemaal niet op bepaalde wateren. Ja. Maar het is inderdaad wel goed om gewoon scherp te zijn erop. Ja. Want het kan je gewoon meer vissen opleveren. En wat denk dat een heel cool project is, is jullie gaan natuurlijk, jij en Bultus gaan in mei naar een nieuw betaalwater in Frankrijk. Een partner met wie we samenwerken. Ik denk dat die video, als het mee zit en we mogen vanwege corona, et cetera, dat die ergens in juni live gaat komen. Nou, dat zal dan, een paar weken zijn nadat deze podcast live is. Ik denk dat dat ook wel strak is, want ik denk dat je in die video misschien ook wel veel meer gaat terugzien van wat we in deze podcast bespreken. Dus de aanpak op een betaalwater, welke tactieken werken, hoe die jongens het gedaan hebben. Hoe ze misschien op hun bek ook zijn gegaan, ik hoop het niet. Ik hoop dat jullie vangen, maar... ik denk dat dat ook wel een leuke case is om die in de gaten te houden. Ja, en sowieso is het natuurlijk... Ik ben totaal geen bekend gezicht. Waarschijnlijk als deze podcast uitkomt, denken mensen van... Ja, wie de fuck is Pim Groen-Nibbelink? Maar je komt natuurlijk gewoon nu al vaker met je gezicht voor de camera. Ja. En ook zoals afgelopen week met Bultus hadden we nog een hele mooie vis om mee af te sluiten. Daar hebben we best wel wat videobeelden van gemaakt. Dus daar zal ongetwijfeld ook een soort snipper of wat ook komen. Dus het is denk ik ook wel gewoon leuk om... Nou ja, dan kun je ook wat meer van mij zien en met beeld samen en wat ik dan zou doen. Wat meer de gezichten achter. En, hoe we hopelijk succes boeken. Ja, kijk. Niet te voorzichtig, Pim. Nee, vol vertrouwen natuurlijk altijd. Alright, Pim. Heb je nog een boodschap voor luisteraars? Die zegt, jongens, ik wil jullie dit nog meegeven. Nou ja, op basis van alles wat we besproken hebben, is denk ik gewoon wel goed om open te staan. Niet te veel aan je plan vast te houden wat je van tevoren maakt. Kijk, je moet gewoon denk ik zoveel mogelijk informatie verzamelen over een water. Ongeacht of dat openbaar of een betaalwater is of je lokale water. En dan gewoon als je daar komt, bewijzen van niet alleen maar de voorgeknoopte rigs bij je hebben waarvan je via internet dacht dat het zou werken. Ja. Maar ook gewoon zorg dat je gewoon uitwijkmogelijkheden hebt. Dat je dingen anders probeert. Dat je kunt verkassen als het nodig is. En dat je het ook doet. Ja, precies. Dat je gewoon ook die moeite doet. Ja. Want dat kan je zo verschrikkelijk veel opleveren. Ja. Als je wel die moeite doet. Zeker als anderen het niet doen, kun je daar het verschil maken. Ja, dat is ook echt wel een rode draad die ik elke keer bij succesvolle vissers weer terug zie komen. Dat daar het verschil in zit. Dat, precies. Die energie gewoon die erin stopt. En geniet er lekker van, ook als je niet vis vangt. Amen, amen, amen. Alright, laatste ding. Tip of eigen persoonlijke wens vanuit jou om een bepaalde visser ook in deze podcast te krijgen? Heb je iemand, of je zegt, Jos, of iemand uit jouw netwerk met een interessant verhaal, of iemand waarvan je zegt, daar ben ik nou heel benieuwd naar. Heb je iemand specifiek in je kop waarvan je denkt... Nou, als ik binnen mijn eigen netwerk kijk, als je bijvoorbeeld Cheers zou vragen, zou misschien wel leuk zijn, maar ik denk dat hij grotendeels natuurlijk dezelfde ervaring heeft als die ik nu heb verteld. Ja, zit dicht bij jou. Op zich misschien wel leuk is afgelopen week heb ik Marco Tetro ontmoet. Hij is echt mega fanatiek zigvisser. Ja. En hij heeft ook, ik heb zeg maar live voor mijn eigen ogen gezien hoe hij ook vis ving op die zig en hoe hij dat aanpakt. Natuurlijk is dat met een video het leukst om te zien. Maar ik denk wel dat hij er ook een hoop achtergrondinformatie over kan geven. En ook om mensen gewoon een soort van vertrouwensboost te geven van probeer die visserij. Ja, Tetro is sowieso een wandelende encyclopedie die heeft overal zijn vissen gevangen. Dus. Ik vond het persoonlijk ook echt een hele leuke gozer. Ja, zeker. Met hem lachen, klopt. Joh, we misschien hem ook is al zoiets over zo'n onderwerp dan ook juist wel interessant. Tetro, ik ga je bellen. maak je borst maar op. Ja, kom maar uit dat Brabant een keer naar de Randstad toe. Dan gaan we dit regelen. Alright, Pim. Hey, so far so good. Dankjewel voor je tijd, je verhaal, het delen van je kennis. Jongens, als jullie vragen hebben aan de hand van deze podcast, mail mij jos@karpenwereld.nl. Pim kan je ook gaan mailen, redactie@karpenwereld.nl. Mocht je vragen hebben, dingen willen weten, naar aanleiding van wat we besproken hebben, altijd meer dan welkom. Heb je feedback, tips, trucs, shit wat beter kan, anders kan, tips voor andere gasten. Laat het me weten, ik sta altijd voor open. Voor nu, ik hoop dat wanneer we dit publiceren, dat de coronatijd enigszins weer normaal is. En dat we weer een beetje het normale leven hebben opgepakt. Blijf veilig, hou je aan de maatregelen, wat op dat moment ook geldt. En als het mag, ga lekker vissen. Boys in België, lastiger, weet ik. Sterkte nog even. Sterkte nog even.
even bikkelen. Er zijn een aantal games online waar je ook kan vissen. Maar ik hoop dat jullie inmiddels ook gewoon weer naar de waterkant mogen. Voor nu over en sluiten, jongens. Tot de volgende. Yo, later. Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO-podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO-community. Vanaf €4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast scoor je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.